Hallo kikkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Siem de Remus. Jawel, ik heb zo net, echt waar, dat is niet gezeverd, 3 uur en 21 minuten gelivestreamd. Ik heb 3 uur en 21 minuten Super Mario Simulator gespeeld. Voor jullie. Crazy. Maar nu is het ook 1 april. Nee, ik ga geen april grap maken. Nee. Ik heb nog deze avond, als ik ook mijn schatje terug naar thuis heb gebracht, als zo, ik ga dat nu niet meer doen, ga ik ook mijn Q&A in elkaar steken. Dat gaat nog sowieso nog gebeuren vandaag. Maar ik ben wel eens benieuwd, zijn er veel Q&A-vragen? Ik ben aan het kijken, hè mensen? Ik ben aan het kijken. Dus even kijken, hè. Q&A, 1 april. Zitten toch tamelijk wat vragen tussen. Ja, daar ben ik wel blij om. En hoe zit het ook met YouTube? Zijn daar veel vragen binnengekomen? Dus even kijken. Niet YouTube Studio. Ik moet mijn kanaal hebben. Oké. Video's. Nieuw tabblad. Ah nee, dat is anders. Ik moet dat anders doen. Nieuw tabblad. Voilà, eens even kijken. Op vlog 1774. 1 reactie. Ja. Overslaan. Op vlog 1775 ook maar 1 reactie. Dat is wel jammer. Dat vind ik wel echt jammer dat er zo weinig reacties op mijn YouTube komen. Vlog 1776 zijn 0 reacties opgekomen. Vind ik wel echt heel erg. Ik dacht ook. Vlog 1777, 1 reactie. Kom aan mensen, reageer terug op mijn vlogs. 1779, in totaal 3 reacties. Bert, ik ga sowieso... Ik ga al ene vraag ga ik al beantwoorden van Bert. Leuke vlog, Dimi. Binnenkort weer zwemvlogs? Ja. En dan 1780, 1 reactie. Ja, dat kan ik ook al sowieso al op beantwoorden. Ik ga sowieso nog eens terug in mijn vlog voorkomen. Nog later in mijn andere fragment. Dat ik nog niet meer weet van wat heb ik nu al beantwoord en wat weer al niet. Dus boterhamvlogs, saai is mijn mening. Dat is jouw mening. Ja, dat is jouw mening. Ik ben blij dat jullie dat zo erbij zetten. Daar ben ik echt heel blij om. Want dan komt het niet van mijn kant uit. Voilà. Ik hoop oprecht dat jullie hebben genoten. Sowieso al van de livestream. Die ene livestream ga ik ook nog posten op mijn website. En wilt je ook de paasvakantie heel leuk afsluiten? Ja, dat kan. Jullie denken van, hoe gaat dat dan? Ah wel, jullie surfen naar www.psychotv.be. Ja, enter, druk je dan. En dan zit jij ofwel de tweede of de derde nieuwspausje, 666-LAN2024. Daar klik je dan op, ofwel op de logo. En kom op 12, 13 en 14 april, wanneer dat de paasvakantie juist op zijn einde aan het lopen is, je paasvakantie nog goed, hoe moet ik het zeggen, afsluiten. En heel leuk afsluiten, ook met uw vrienden of zo. Ga naar www.cyclotv.be en ga naar 666-LAN-nieuws. Daar staat een link in die nieuwspostje. 666-LAN.com/ticket/reveral. Is gelijk aan Cyclotv. Klik op die link.
en bestel daar uw tickets. Waarom? Als er 20 tickets zijn verkocht via die link, gaat er een rat in werking gesteld worden. En dan kan een van die 20 bestelde tickets ook weer al prijs maken voor dan een tweede ticket, wat je dan gratis en voor niets kan weggeven. Het gaat wel door in de Antwerp Expo. Dat ga ik je ook wel zeggen. Antwerp Expo. De competities zijn ook zo wat een klein beetje bekend geworden. Ik zal dus even erbij nemen. De competities zijn... Even kijken. Tournaments. 5 versus 5. League of Legends. 5 versus 5. Ja, wacht hè. 5 versus 5. League of Legends. Cashprijs wat je kunt winnen is 1500 euro's. Oké, dan hebben we nog Counter-Strike 5 versus 5. Dus Counter-Strike 2, 5 versus 5. En niet Counter-Strike Global Offensive, waar ik het tekeningskadast bij hun heb gemaakt. Daar is ook 1500 euro cash te winnen. Dan hebben jullie nog Valorant 5 versus 5. 1000 euro cash te winnen. 3 versus 3 Rocket League. Daar is opnieuw 1000 euro cash te verdienen. En dan hebben we nog Pokémon Unite. Of ze Unite. Sweet. 5 versus 5. En daar is opnieuw 1000 euro te verdienen. En dan hebben we nog de normale combos. Hearthstone 1 versus 1. Teamfight Tactics 8 players. Aram, dus dat is League of Legends Aram 3 versus 3. Counter-Strike 2 Wingman 2 versus 2. EAFC 24, dat is van FIFA 24, of ik weet niet meer juist hoe dat juist noemt. One versus one. En dan heb je nog Smash Bros. One versus one. Dat waren de normale compos. En dan hebben we nog de fun compos. Daar gaat ook weer een poker door. Air hockey, one versus one. Darts, one versus one. Pool, one versus one. En Risk. 2 versus 2 Global Domination. Voilà, Sam. Dus er is veel, 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 veel competities te doen op 666-land. Dus schrijf je ook in via www.psychotv.be. Klik op de 666-land. Nieuwspausje of klik gewoon op de logo van de 666. En bestel je tickets via die link. Want dan maak je nog kans om een tweede ticket. Voilà, bij deze is dat ook even gezegd geweest. Dus, en dan straks ook nog de Q&A. Ga ik ook nog opnemen. Jawel, dames en heren, het houdt dus echt niet op. 3 uur en een half live gestreamd. Dan nu nog deze vlog nog in de kalender gestoken. Mannetjes. Wat ben ik toch vandaag bezig voor jullie allemaal? Jawel, allemaal voor Psycho TV. Top. En deze merchandising is ook nog altijd te koop via de onderstaande link van de videokus. Daar zie je winkelen in de winkel van Psycho TV. Bestel daar iets heel leuks. Zijn democratische prijzen en al. Verzending en verwerking zitten daar ook in begrepen. Voilà. Dus, ik zal zeggen, bestel ook hele leuke merchandising via de onderstaande winkelke, wat daar ook op staat. Spreed Shop, daar werk ik samen mee, dan weten jullie dat. Maar mensen, ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, mensen, yo, yo, yo. Mijn schat... Oké, dat is heel raar. Mijn schat heeft ook... Dat is niet raar, want ik kleur daarop zodat die stiften niet op tafel komt. Ah, dat is slim gezien. Dat is echt zeer slim gezien van haar. Mijn schat is in tekenmodus, of eigenlijk in kleurmodus, geschoten de laatste tijd. Ja, daar ben ik wel eigenlijk wel heel blij om. Je moet die tekening ook nog laten zien van die doodskop, denk ik, hè? Ja, 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 ik ga nu alles laten zien. Ah, je gaat nu alles laten zien. Buiten die pompoen, want daar staat mijn handtekening onder. Ja, dan moet ik het even zo wat afschermen. Ja. Ja. Dan ga ik het afschermen. Dus mensen, ik ga jullie het nu laten zien. Oh, ja, ik had in één keer jeuk aan mijn neus. Zeg jij aan het roddelen over mij? Ik sta nu te denken. Ah, daar ben ik. Kijk eens hier, mensen. Be mine.
We Forever. Dat is ook wel echt heel mooi gemaakt. Dankjewel, schatje. Deze laat me dan herinneren aan Moeke. Nee, Moeke. Dankjewel ook weer op mijn schatje. Dan gaan we zo door naar de doodskop. Met allemaal mooie vlindertjes. Ik moet die een beetje naar achteren, want ik denk dat die juist er niet op staat. Jawel, die staat er volledig op. Ah. Staat volledig op mijn camera. Oké. Dan moet ik even een plat papier pakken en moet ik iets gaan afschermen. Ja, een handtekening. Ik ga dat eerst zo doen. De onderste tekening dan laten zien. Voilà, ze. Wow, Bea, love, Dimitri. Forever hoogstwaarschijnlijk. Dat staat al op die andere tekening, dus dat wou ik er niet bij zetten. Ah, oké. Dan hebben we hier het Halloween van Winnie the Pooh. Ja, ik scherm iets af van een handtekening, dus dat zei we ook dan niet, dus ik respecteer dat ook. En dan heb je hier het nog mooi. Je bent de liefste met een hele mooi hartje. Ah, wel, schatje? Hè? Hartjes, hè, want er zijn verschillende hartjes, hè. Ah ja, er zijn verschillende hartjes. Ja. Er zit hier nog een hartje. Over die lijn ook, hè. Over die lijn? Ja, die lijn boven, met die tekening daar. Ah, daar, ja. Dat zijn ook nog allemaal hartjes. Ja, dat klopt. Goed gezien, schat. Goed gezien. Ik heb die gekleurd, dus ik weet dat zo. Ja. Mensen, ik ga sowieso zeggen, mijn schat is heel goed bezig. Het is een duimpje omhoog voor haar. Duimpje. Deze vind ik eigenlijk wel mooi gelukt, maar ik vind het jammer dat ik die niet meer kan laten zien. Omdat dat er tekst op staat. En die tekst, dat willen we privé houden. Voilà. Ik ga nu jullie ook laten. Niet dat ik de vlog al ga beëindigen. Nee. Mag ik je dat laten lezen als je de vlog uit hebt? Ja, dan mogen we dat laten lezen. Ik ga nu, dat staat daar al open, op Discord, mijn nieuwe topic al opengooien. Dus dat jullie terug kunnen reageren voor de volgende Q&A. Reageer. Want ik lees echt alles voor. Waar of niet? Ja, ik probeer er alles voor te lezen. Ja, ik heb geprobeerd alles voor te lezen. Ik kijk zo op een manier naar van, wat zeg jij nu? Dat is ook weer niet waar. Dus ja, ook, sommige vragen probeer je dan wel te negeren. Dus die niet hierin horen, bijvoorbeeld rekenvragen of zo. Of vragen die ik totaal daar geen antwoord op weet. Die ga ik dan... Wait. Dus die ga ik dan ook niet stellen in mijn vlog. Maar sowieso heb ik sowieso al één ding al beantwoord. Komen er nog opnieuw zwemvlogs aan? Ja, er komen opnieuw zwemvlogs aan. Maar wanneer exact juist, dat weet ik nog niet. Dat... Moeten daar ook money voor hebben? Ja, we need money. It's so funny, ja. Yeah. Ik probeer u iets te zeggen en geen te zingen. Ja, sorry. Nu weet ik het niet meer, hè. Oei. Over dat zwemmen. Ja, dat zwemmen, ja. We moeten daar ook geld voor hebben, maar we moeten dat zelf betalen. Dat moet niet van de kijkers afkomen, vind ik. Dat klopt. En we hebben zo'n kaartje. Ja, dat klopt. We kunnen niet krijgen, dus... Dus wij betalen niet de volledige som bij de zwembaden, dus dat kunnen we ook al eerlijk al toegeven. En ik zie hier een eneke staan, voor wat dat? Oei, we hebben een spouder. Oh, oké. Dat ga ik toch niet menen, hè. Moeten we op de wc gaan gamen? Oh my fucking god. Dus je krijgt een wc-pot en daar moet je op gaan gamen. Waar moet je aan ik ga jullie de afbeelding laten zien, mensen. Da-da. Wat een rare afbeelding. Oh my fucking god. Maar ja, ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal zelfs terug. Yo. Zo, na heerlijk gedoucht te hebben. Ah, zeker bij. Ja.
na heerlijk gedoucht te hebben en al, heb ik nog één liedje op de stick gezet voordat ik naar mijn moeke vertrek. Maar eerst moeten we nog ergens anders stoppen. Dat ga ik ook dan doen. En dan gaat mijn kabel bijna eens terug rond doen. Dankjewel, schatje, dat je mij helpt. Dankjewel. Voilà, nu zijn we officieel vertrokken. Oei, wat er? Ai. En het is ook nog goed buiten. Amai. Zal eens kijken als ik geen post heb. Ik ga gewoon met een auto. Nee, ik heb geen post. Dat is goed. Ze luisteren toch wel nu goed naar dat plaatje van dat ik geen reclame wil, want ik heb My Shopee en op My Shopee, ja, daar zit tegen al die reclame, hè. Voilà, zo. Dit ga ik hier even leggen, dit hier open. Ik heb hem vannacht ook open gedaan, hè. Dat is goed, dank je. Voilà, zo. Nu ga ik het nieuwste systeem proberen te testen. Als ik het snel vind, mijn USB-stickje terug. Ik heb die juist weggestoken. Ik heb die ergens gestoken. Dus ik ga die nog gauw zoeken. Dus, en dan vertrekken we naar mijn moeke toe. Joe. Zo mensen, hier aangekomen bij mijn moeke. Ik heb al heerlijk gegeten. Dankjewel moeke ervoor. Ja, ik heb hier heerlijke sandwiches. Dus 3 sandwiches gegeten met hesp. Dankjewel, dat heeft mij gesmaakt. En hier is nu ook ondertussen tijd kermis. Ga ik erover? Nee, omdat het maar in een kleine kermis is. Ik ga mijn geld sparen. Ik ga mijn geld echt aan de kant zetten voor iets anders, voor iets leuks misschien in de toekomst. En ik vind hier nog iets wat niet van mij is. Wat daar is, ik weet niet. Weet jij wat daar is? Nee. Oké, ik ook niet. Voilà. En dan straks nog de Q&A nog opnemen. Oh. En dan nog mijn vlog nog in elkaar steken. Daar kijk ik wel naar uit. Maar met de Q&A nog in elkaar steken, dat kan soms even duren. Ja, dat is soms een lange opname aan één stuk door. Dus niet zo gelijk deze fragmentjes. 2-3 minuten, soms 5-6 minuten. Dus ja. En de haarkjes die gezegd was van mijn vriendin. Allee mensen, ik ga jullie laten. Ik ga terug naar binnen toe, want het is wel frisse wind. Maar als de zon schijnt, is het wel doenbaar buiten. Wat vind jij? Het is doenbaar. Doenbaar, hè? Ja. Allee, mensen, tot straks. Yo. Dat je een paar keer gewoon zo hier zo in het hoekje van mijn camera zo in beeld kwam. Sorry. Dat is niet erg. Allee, mensen, tot straks. Hallo allemaal en welkom op de Q&A van Discord. Ga ik doen via mijn GoPro. Dit is een verplaatsing, jawel, in mijn wagen. Ik sta op een parking. Steven Noppen, wat betekent liefde voor jou? Wat betekent liefde voor mij? Veel, heel veel. Nemen en geven. En ook leuke dingen samen doen en al. En elkaar vrolijk maken. Oké, daar kan wel eens een ruzie kunnen ontstaan. Dat is in elke liefde. Dat er eens een ruzie ontstaat. Voilà. Hoe weet je wanneer je verliefd bent? Als je vlinders in de buik voelt. Zo is het bij mij toch gebeurd. Geloof je in soulmates? Ja, want mijn maatje Chris is een soulmate van mij. Wat is het belangrijkste aspect van een succesvolle relatie? Naar elkaar luisteren. Ook veel praten met elkaar. Dan, kun je echt
van iemand houden zonder ze ooit te hebben ontmoet? Nee. Bij mij is dat toch nooit gebeurd zo? Nee. Is liefde een keuze of een gevoel? Een gevoel wat je moet volgen. Kunnen mensen verliefd worden op meerdere personen tegelijkertijd? Ja, maar dan moeten er soms keuzes gemaakt worden. That's it in je leven. Dan moet je soms keuzes maken, want je kunt niet je liefde delen met meerdere personen. Dat vind ik toch. Dat is mijn mening, hè, mensen. Dan, denk je dat liefde voor altijd kan duren? Ja, dat kan altijd voor altijd duren. Kijk maar eens naar mijn opa en mijn moeke. Mijn boer en mijn moeke. Die zijn, ik geloof iets van 12-jarige leeftijd zijn ze verliefd geworden op elkaar. En nu, sinds de dood, zijn ze gescheiden van elkaar. Dus, liefde voor het ganse leven, dat kan. Wacht hè. Hoe belangrijk is fysiek aantrekkingskracht in een relatie? Dat weet ik niet. Daar moet ik u de vraag duister blijven. Kun je verliefd worden op iemand met wie je groot verschillen hebt? Ja, dat kan nog altijd. Dat kan altijd, maar dan moet er veel gepraat worden. Is het mogelijk om verliefd te worden op iemand die niet van je houdt? Ja, maar dan moet er opnieuw gepraat worden en zeggen van, kijk, dat is zo gelijk bij mij en Chris gebeurd. Heel vroeger. Maatje, ik ben verliefd op jou. En dan heeft mijn maatje open kaart gespeeld. Ja, Dimitri, dat zal niet wederwijds zijn. Wederzijds zijn. Vriendschap, oké. Nu hebben we een hele mooie vriendschap uitgebouwd. Wat zijn volgens jou de belangrijkste aspecten van een gezonde relatie? Praten. Denk je dat liefde op het eerste gezicht bestaat? Ja, liefde op het eerste gezicht, dat bestaat wel hoor. Ik heb dat al één keer voor gehad en wow, dat was even leuk. Hoe ga je om met een gebroken hart? Ja, wenen. Heel veel wenen. Want je hebt dan liefdesverdriet en dat krijg je niet zomaar onderuit. Is het mogelijk om van iemand te houden, maar niet gelukkig met die persoon te zijn? Mogelijk om iemand... Ja, dat kan altijd. Maar dat kan altijd terug naar de goede richting gaan. Want daar moet dan veel gepraat worden. Daar moeten opties dan zijn en noem maar op. Dan Liesje. Waarom eet je zoveel gefrituurd en vettig, dus naast je sandwiches? Dat ik het niet weet. Ik moet ermee oppassen. Ja, mijn gezondheid staat op het spel. Dan Emil, Dimi denkt sandwiches zijn gezond. Nee, dat is niet gezond. Benny. Hey Dimi, vraag 1. Wie gaat er bij haar vuil onderbroeken wassen als jullie gaan samenwonen? Ah, wel, dat doen we dan samen. Dat is samen delen, ook in vuile was en al. Vuile t-shirts, vuile onderbroeken, vuile broeken, vuile blouses, polo's. Een correctie, wie mag dat gaan doen? Jij mocht daarmee aanleren. Maar je weet dat ik daar heel slecht in ben. Ja, daarom juist. Dat durf ik niet aan met u. Ah, oké. Dus zij gaat dat dan doen. Dan vraag 2. Welk van werk doet Bea? Wat voor werk doet Bea? Zij doet... Nee. Zij, als jij... Maar ik wil iets zeggen. Ik als wil niet dat hun het weten. Als jullie het willen weten, moet je het zelf vragen aan haar. En als zij het niet wilt zeggen, zoals ik nu, dan moet je dat ook respecteren. Dat is waar, hè? Voilà. Dat wou ik zeggen van Bea. Dus van Bea kant uit... Daar weet je dan van haar wijk. Als je van haar wijk wilt weten, moet je het gewoon persoonlijk aan haar vragen. Moet je altijd niet via mij vragen. Dat gaat niet. Want ik weet ook niet wat bijvoorbeeld... ik ken nu wat wel geen... Wat je wel van mij mag zeggen, wat niet. Ja. En bijvoorbeeld als ik eens een vraag hierin staat, waar helemaal over Bea gaat en waar ik zelf geen antwoord op kan geven, ja, dan moet ik ook die vraag... onbeantwoord achterlaten. En dan moet ik ook zeggen van, kijk,
ga dat even vragen aan Bea. Vraag 3. Heeft de mentale achterstand geen invloed op het gaan samenwonen? Nee, dat heeft daar totaal geen invloed op. Zouden jullie kinderen willen voorplanten? Dat is onze keuze, dan gaat de toekomst uitwijzen. Dat weten we nog niet. Kan Bea koken? Vraag dat dan aan haar. Vraag dat niet aan mij, want waarom stellen jullie de vragen richting mij toe? Dan moeten jullie persoonlijk zelf vragen aan Bea, niet aan mij. Punt uit. Sorry, Betty de Sims. Ik ga die vraag dus dan duister laten. Heb je dat zo goed gezegd? Ja. Voilà. Zij zegt ja. Fred Kroket. We zijn er bijna. Fred Kroket. Weet je dat sandwichen ongezond zijn? Ja, dat weet ik. E-mail. Waarom ruimt Bea nooit niet op? Jawel, Bea ruimt wel op. Ook mijn Rumi Cup. Libby. Ik zou u willen feliciteren met 1 april, Dimi. Vraagje. Waarom eet je eigenlijk vis op FOM? Of was dat uw 1 april vesteken waar heel uw bureau naar rook? No comment. De TC. Vond het flink ranzig ruiken, ben ik eerlijk in. No comment. Fred Kroket, nu je weer waar Doekie zit, ga je hem bezoeken of laat je hem met rust? Ik ga er een gesprekszin mee aangaan, hoogstwaarschijnlijk. Maar dat wijst de toekomst uit, dat weet ik nu nog niet. Dan Kipknots. Dime, als je een tijdmachine had en naar welke periode in de geschiedenis kon je reizen, waar zou je dan naartoe gaan en waarom? Een tijdmachine, heel leuk. Waar naartoe, dat weet ik niet. Stel je dat je de kans krijgt om een dag van leven te ruilen met een personage uit een boek, film of serie. Wie zou je kiezen en waarom? Laura te zorgen dat zij een hele mooie stem heeft. Meer niet. En ook een bekende BV is. Als je plotseling de mogelijkheden zou hebben om een nieuwe taal te leren zonder moeite, welke taal zou je dan kiezen en waarom? Engels. Omdat dat ook een soort wereldtaal is. Wat is het vreemdste of het meest ongebruikelijke gerecht dat je ooit hebt gegeten en hoe smaakte het? Dat weet ik niet meer, dat is te lang geleden, want ik eet continu hetzelfde. Als je buitenaards wezen zou ontmoeten, wat zou je dan als eerste aan het wezen vragen? Wat zal ik dan aan het eerst aan die wezen vragen? Voelt je je goed hier? Is alles oké? Alles naar wens? Dat zijn mijn vragen dan. Dan, stel dat je een kunstwerk zou kunnen maken dat de hele wereld zou beïnvloeden. Wat voor soort kunstwerk zou je dan maken? Dat weet ik niet, want ik ben geen kunstenaar. Als je een muziekinstrument zou kunnen leren bespelen, ik ben ook geen muzikant. Wat is de meest inspirerende droom die je ooit hebt gehad? Heel veel naar pretparken gaan. Echt waar, heel veel naar pretparken gaan. Ook naar buitenland toe van pretparken. Dat weten jullie ook wel. Als je een tijdmachine zou hebben... Steeds zou uitvinden die alles kon doen. Wat voor soort machine zou je dan uitvinden? Iemand die binnen was kan doen. Niet dat mijn schat dan daar ook moet voor opdraaien. Iemand die dan, bijvoorbeeld een robot die dan de was kan doen. Zo'n machine. Wat is het grappigste of het meest geniante wat je ooit bent vergeten of te doen? Dat weet ik niet. Als je een feestje zou kunnen geven... Met een thema dat nog nooit eerder is bedacht. Wat voor thema zou je dan kiezen? Daar ben ik niet goed in. Sorry, daar moet ik uw vraag duister in blijven. Stel dat je een dagje van rol zou kunnen wisselen met een beroemd persoon. Wie zou je dan kiezen en waarom? Opnieuw, Laura Tesoro. Omdat zij een mooie stem heeft en een mooie zingstem heeft. En dat zij ook goed kan boeven pakken. Denk aan het jachtseizoen. Daar heeft ze toch aan meegedaan, hè? Voor het is sorry, jachtseizoen, ja. Ja, zij doet de proeven pakken, hè? Of ja, op de vluchten zijn. Juist, proeven pakken, ja, dat klopt.
Dan, wat is de meest ongewone plek waar je ooit hebt geslapen en hoe was dat? Daar kan ik geen antwoord op geven. Als je een dag lang de koning van denkbeeldige koninkrijk zou kunnen zijn, hoe zou je dat koninkrijk dan runnen? Dat er altijd vrede is. En proberen ook alle personen tevreden gesteld te houden. Ik zal het zo zeggen. Dan, als je onbeperkt budget had om een geheim laboratorium te bouwen, wat voor experimenten zou je dan uitvoeren? Ik ben niet iemand die een processor is. Voilà. Dan, als je één wens zou kunnen doen, die niet voor jezelf is, wat zou je dan wensen en voor wie? Vrede op aarde. En voor wie dat zal ik dat doen? Voor mij en voor mijn schat. Dat zij dan ook totaal blij is en happy is op de aarde. En dat zij ook gelukkig is om te en blij is om te leven. Ik ben nu al blij om te leven. Oké. Wat is de vreemdste traditie die je ooit hebt meegemaakt? En hoe voelde je je daarbij? De vreemdste traditie. Dat was dus ooit eens op Revolution Gods. Daar heb ik dan pizza en orange gedronken. Ik was daar stom dronken. Ik heb daar moeten overgeven. En die mensen hebben gezegd van, je mocht dat nog wel eens drinken. Want uw kots, hè, die stonk niet. Die rook echt heerlijk. Oké. Ja. Wat is de vreemdste... als je magisch voorwerp zou bezitten dat één vaardigheid exponentieel zou verbeteren, welke vaardigheid zou je dan kiezen? Dat ik beter mijn beeldmateriaal kan in elkaar steken. Ik ga hier een tweede clip van maken. Voilà, een tweede clip. Als je een dag lang een ander land zou kunnen reageren, welke land zou je dan kiezen? En wat zou je als eerste veranderen? Als je een dag lang een ander land zou kunnen regeren. Ja, dat er vrede is, hè. Dan hebben we nog Emiel, Benny en nog een keer Benny. Oké, dat is weer al zoiets. Bea verveelt haar thuis, maar slaapt de hele dag en doet niets. Zou je beter eens gaan werken gelijk elke normale persoon? Emiel, bemoeid eens met je eigen zaken. Zij is ermee bezig en jij moet je daar niet mee moeien, want dat is niet uw zaak, maar dat is iets van haar uit. En zij is haar ook aan het verbeteren en al. Jij moet je daar niet bij moeien. Punt uit. En nu kom ik eens wel eens op voor mijn schat. Dankjewel, schat. Ik kom nu eens echt eens op voor mijn schat. Dit vind ik echt, echt, echt zeer ranzig. Zelfs vies, Emiel, dat je dat durft te zeggen in een Q&A. Echt waar. Dat maakt mij echt razend, woedend, dat er zo teksten in staan. Benny. Waarom lees je mijn comments niet meer voor van YouTube? Als er redelijke slechte comments staan of commentaar staan, wat totaal niet ook in de Q&A past, dan lees ik het ook niet meer voor, Benny de Slimste. Sorry. Hey Timmy, wat vind je van artificiële intelligentie? Kan je jou en Bea dat niet helpen met jullie metalen achterstand? Hoe is de relatie op dit moment met jouw buurvrouw? Maken jullie nog ruzie? Met mijn buurvrouw, daar heb ik geen zaakjes mee. Daar wil ik ook niks meer mee te maken hebben. Punt uit. Dat is mijn keuze. Mijn. Punt uit. Wat over Bea betreft, daar stond iets ook iets in van Bea. Kan je jou en Bea dan niet helpen met jullie metalen achterstand? Oké, we hebben dat misschien, maar dan moeten jullie dat niet zo elke keer uitdrukken dat wij een metalen achterstand hebben. Want dat is ook wel iets heel vies wat jullie elke keer zeggen en al. En dat raakt ons. Punt uit. Dat kan heel kwetsend overkomen voor sommige personen. Voilà. Denk daar ook eens aan. Dus het is niet alleen ik die dan ook gekwetst wordt. Er zijn ook nog kijkers die dan aanhoren van, amai man, die kijker, die durft dat toch wel eens te vragen. Dat kwetst zelfs mij. Dat Dimitri of Beata dat zelfs te horen krijgt. Dat kwetst mij. Wel, stop daar ook alsjeblieft mee. Stop daar gewoon mee, Benny de Slimste, om die fucking metalen achterstand of dat metalen gedoe telkens keer erbij te halen.
ook voor andere personen. Ik spreek nu alleen maar over Benny, maar er zijn nog andere personen. Voilà. Dit was de Q&A van Discord. Straks bij mijn thuis nog de Q&A van YouTube. Tot straks allemaal. Zo, hier nog even bij mijn ouders nog aangekomen tussen de Q&A. Ik heb mijn schatje ook al veilig en wel thuis afgezet. Mijn sandwich nog komen halen bij mijn ouders. Dankjewel ervoor. En nu gaan we nog bezien wat we nog moeten doen met mijn bankkaart. Ik ga even mij hier zo stilzetten. Even geduld. Voilà. Ik sta stil. Niet volledig, dus niet voor een oprit of zo. Dus ja, ik heb mijn was ook nog gaan halen bij mijn ouders. De Q&A heb ik op de parking gedaan van de Carrefour. En nu ben ik officieel richting mijn thuis aan het rijden. Daarna nog de Q&A nog opnemen van YouTube. En dan zit de dag erop. Allee mensen, ik zie jullie allemaal zelfs terug bij de Q&A van YouTube. Ja, dames en heren. Welkom nog een keer op de Q&A. Nu alleen nog van YouTube, want dat van Discord heb ik al opgenomen met mijn GoPro. Die ligt nu in de lader. Ja, dus vlog 1774. Eén reactie. Mr. Freeze. Hey Dimi, een trouwe kijker van jou is jarig vandaag op 25-3. Hij zou het tof vinden als je hem visiteert. Zijn gamenaam is Lukepe. En hij is 22 jaar geworden. Sorry dat het een redelijke late felicitatie is. Omwille van, als ik mijn Q&A doe, dan pas lees ik ook een klein beetje de comments. Wat er allemaal wordt opgepost. Dus, hier. Wacht eens, even kijken. Als mijn, nee, mijn box steekt niet in. Nu wel. Nu ga ik het eens even opzoeken. YouTube. Een happy birthday song. Happy birthday song. Voilà, happy birthday song. Dan gaan we eens even eentje kiezen. Voilà, hier zo eentje van 1 minuut en 2 seconden. Ja, eerst is er altijd fucking hell reclame. Dus ja, daar skippen we. Dus 14 seconden lang reclame. Dat. En daar is nu het liedje. Kom aan. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Lukepe. Alsjeblieft. Als dat niet mooi gezongen is, dan weet ik het ook niet. Oei. Ik heb nog niet alles playbaar op pauze gezet. Ah ja, nu toch wel. Oké. Dus bij deze hoop ik dat Lukepe hier nog mee content is. Hopelijk is dat ook geen copyright claim geweest. Sorry dan daarvoor. Dan gaan we dat ook wel een klein beetje eruit knippen. En dan zeg ik het nog een keer. Happy birthday, dear Lukepe. Happy birthday, Lukepe. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Lukepe. Alsjeblieft. Twee keer een felicitaties hè, in de Q&A, omdat dat een klein beetje te laat is. Maar beter laat dan nooit! Oké, okay. Vlog 1775, één reactie, BA. Oké, okay, daar geef ik wel een hartje omhoog. Omhoog van, dan kan ik dus, dat is een zonnebrilletje, duimpje omhoog, zonnebrilletje, huisje! BA, alhoewel, jouw reacties zijn altijd geniaal. Dan vlog 1776, nul reacties opgekomen. Dan vlog 1777, daar zijn in totaal 1 reactie opgekomen. Ardomor. Hey Dimi, hoe snel kan je deze zin zeggen? De knappe kapper kapt knap, maar de knecht van de knappe kapper kapt knapper dan de knappe kapper kapt. Was dat redelijk snel? Of moet ik nog sneller? De kappe knapper kapt knap, maar de knecht van de knappe kapper kapt knapper dan de knappe kapper kapt. Alsjeblieft. Dan zitten we aan vlog 1779. Daar zijn 3 reacties opgekomen.
van Bert. Leuke vlog, Timmy. Binnenkort weer zwemvlogs. Ja, ik heb het al in het begin van de vlog ook al gezegd. Ja, daar komen zwemvlogs weer al aan. Wanneer juist, weet ik nog niet. Dat wijst de toekomst uit. April nog niet, maar misschien richting mei, juni, juli, augustus. Die maanden, daar kunnen de zwemvlogs wel in voorkomen. Voilà. Vlogreviewer, Bea is weer aan het zagen? Bea is niet aan het zagen. Als jij dat denkt, dan is dat maar zo. Maar jij weet niet wat achter de camera's gebeurt, vlogreviewer. Voilà. Dus Bea zaagt niet in mijn ogen. Als hij in jouw ogen is, sorry dan daarvoor. En op haar rechte excuses. Martijn van de Beek. Leuke video, Psycho. Dankjewel, daar geef ik een mooi hartje op. Dan zitten we vlog 1780 in reactie. Zij is mijn mening van Boterhamvlogs. Oké, als dat jouw mening is, Boterhamvlogs, dan is dat jouw eigen mening. Oh, ik weet het. Deze Q&A van... hoe moet ik het zeggen? Van YouTube is wel redelijk klein geworden. Is er een kleine staking of zo gekomen of zo? Ik weet het niet. Ik weet het niet. En dan heb ik ook al de topic al gelanceerd op Discord van de Q&A. Die is dus om 21:03 online gekomen. Dus daar kun je nu ook al terug op reageren. Dus als je op de Discord server wilt gaan, hier onderaan in de beschrijving staat de link. Of je gaat naar www.psychotv.be en je klikt op de Discord link die daar op de website staat. Voilà, ze. Bij deze heb ik nu mijn ganse vlog gezegd en ga ik nog de vlog nog in elkaar steken. Ik zie dat mijn bestanden nog altijd worden overgezet van mijn SD-kaartje naar mijn computer toe. Dat duurt ook nog eens 5 minuten. Dus en dan nog eens mijn vlog nog in elkaar steken. Normaal gezien ging ik ook nog een website-update doen. Maar dat wordt uitgesteld even naar morgen toe, ofwel overmorgen toe. Dus wanneer dat ik iets meer tijd heb. Want ik wil ook daar de livestreams gaan opposten op mijn website. Dus dan weten jullie dat. En deze Q&A is zeker geen aprilgrap. Dankjewel. Het is echt waar geen 1 aprilgrap. Denk daaraan. Daarom dat ik het er ook effectief heb erbij geschreven. Geen aprilgrap! Voilà. En wat vinden jullie eigenlijk al van de tekeningen van haar? Dus deze hier. Dat heb ik ook al in de vlog laten zien. Daar is ook al een blad bijgekomen, daar zo. Daar is de scorelijst van Bea en mij. We hebben één keer vandaag Rummy Cup gespeeld, mensen. Dus, dat betekent, wie is er gewonnen? Natuurlijk, Bea. En ik heb weer al verloren. Zoals gewoonlijk, hè. Zoals gewoonlijk. Ook tegen Chris kan ik niet winnen. Want Chris staat al... ik heb daar 6 keer gewonnen. En Chris 15, 16, 17 keer gewonnen. Dus ik 6 tegen 17. Ik moet dus 11 rondes bij gaan halen. Jee. De start van... trouwens, die telling hebben gedaan van Chris en mij. Is op 30-03-2024 gebeurd. En deze score... van mij en Bea, die is gestart vandaag op 1 april. Dus wij houden daar nu zo bij. En dan aan het einde van het jaar gaan we een kleine berekening maken wie dan de hoofdwinnaar is. Dat kan ook wel eens leuk zijn naar het einde van het jaar toe van hoeveel keren hebben wij gewonnen met Rummy Cup. Dan kan ik daar misschien ook nog een plaatje maken van bijvoorbeeld Uno, Yahtzee, noem maar op. Want daar moet nu nog één blad bij komen van Chris, Bea en mij. Voilà. Want wij spelen echt heel vaak Rummy Cup. Wij zijn er echt aan verslaafd. Ik geef dat ook eerlijk toe. Wij zijn er echt aan verslaafd aan Rummy Cup. Rummy Cup, Rummy Cup, Rummy Cup. En wat voor soort Rummy Cup spelen wij? Ik ga eens even kijken als ik dat ook kan vinden op internet. Rummy Cup met speciale jokers. Eens even kijken als we dat zo kunnen vinden. Ja, afbeeldingen. Dat is deze doos. Ik ga het jullie laten zien. Wacht, daar koekjes toestaan. Kan ik dat hier ook op het grootscherm zetten? Nee. Ik wil zo eentje op het grootscherm te kunnen zetten. Eens even kijken.
Als ik die ene doos terugvind met die speciale editie. Nee. Dus ik had die zo moeten laten zien. Aha, misschien hier. Even kijken. Ja, alle cookies toestaan. Voilà. Ik had jullie laten zien. Beeldscherm 1, alstublieft. Dit is dus de editie dat wij altijd spelen. Dus je ziet hier ook die speciale joker. Dat is een spiegelbeeld joker. Dat betekent dat je die 4 en die 4 daar moet leggen. Dus aan de beide kanten van de joker. En dan kun je bijvoorbeeld een 5. En dan moet dat hier ook een 5 zijn. Ofwel een 3, een 3 leggen. Dit is een gewone joker. Dat voor eentje. Deze telt ook maar voor eentje. Deze telt eigenlijk voor 2 jokers. Dus voor 2 steentjes. Dus 7, 8, 9 en 10. Dit is de kleursverandering joker. Wat ook wat ons plezier maakt. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld ziet 3, 4, blauw. Kleursverandering, dat is nummer 5. Dus en dan pak je bijvoorbeeld een rode 6 of een zwarte 6 of een oranje 6 dat je dan daar op aan kunt leggen. Dat is dus onze Rummikub spel wat wij altijd spelen. Dus zowel ik als Chris als Bea. En dat is fijn. Daar hebben we al uren en uren en uren al aan versleten, man. Wij hebben dat echt zaterdag, echt waar, dat is niet gezeverd, mensen. Zaterdag, om 10 uur zijn we eraan begonnen en om 11 uur, half 12, s'avonds, s'nachts, zijn we er eigenlijk mee gestopt met te spelen. Daarom dat we er ook al zo'n grote stand hebben kunnen maken van Rummikub. Voilà, bij deze. Ik ga jullie nu laten. Dus vergeet deze video zeker niet te liken. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Abonneer, 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 abonneer. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe video, vlog of een livestream is. Zoals altijd, dat ik nu altijd beëindig mijn vlogs. Yo, 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 yo.